Weer meer deuren geopend, nieuwe coronaversoepelingen. Aanleg speeltuin Kloosterveen begonnen. Viering 50-jarig landschap kunstwerk in Emmen. Het is een mooie dag voor liefhebbers van cultuur, sauna en teamsporten. Afgelopen nacht gingen de nieuwe coronaversoepelingen in. In het Rentse Theater in Emmen grepen ze die kans gelijk. Om 1 minuut na middernacht gingen de deuren open voor een concert van Alexandre Broussard. En daar mochten 22 mensen komen kijken. Ik voelde me gisteravond net als een kind dat op schoolreis ging. Ik kon er niet van slapen. Ik was helemaal stuiterend. Ja, yes, yes, we gaan open. Na lang wachten is het ook voor dorpshuizen weer toegestaan om mensen te ontvangen. Bij de Tillen in Witteveen laten ze zich dat niet twee keer zeggen. Nou, dat is een feeststemming. Dat is echt geweldig. Dat is superleuk. Dat is iets waar we lang naar hebben uitgekeken. En heel onzeker was natuurlijk wanneer het ging gebeuren. En in één keer ging het heel snel. En mogen we de deuren weer helemaal opengooien. De stoelen voor de dorpshuiskamer worden buiten gezet. Normaal gesproken komt de groep altijd op woensdag samen. Maar nu wilden ze niet langer wachten. De fitness en ook de bedrijven in het dorpshuis mochten al eerder open. Maar de bar, waar de meeste opbrengsten voor het dorpshuis uit voortkomen, pas vandaag. Ja, eigenlijk zijn we een multifunctioneel centrum met daarin een dorpshuis. Daarin zijn we nu. Wij hebben nog weer geluk gehad dat we toch wat inkomsten vanuit de huur hadden. Maar we hebben ook gelijk gemerkt dat we gewoon ook keihard voor het totaal bestaan van het dorpshuis wel afhankelijk zijn ook van het dorpshuis zelf, van de baromkomsten, inkomsten. Dus dat heeft wel impact gehad, ja. Ook de BOKD heeft gemerkt dat veel dorpshuizen het vet op de botten in de coronacrisis zijn kwijtgeraakt. Er zijn een heleboel dorpshuizen die hebben flink ingeteerd op hun reserves. En daardoor hebben ze de periode kunnen overbruggen. Daarna zijn er ook een aantal steunmaatregelen inderdaad toegekend. Dat heeft ook geholpen, in ieder geval over het afgelopen jaar. En of dat het volgende jaar ook, of dit jaar eigenlijk het geval is, dat moeten we nog maar afwachten. Van Schie maakt zich zorgen over de toekomst. De meeste dorpshuizen komen voor de nieuwe tegemoetkomingen niet in aanmerking. En ook de heropening duurde volgens eigenaren vrij lang. En zorgt dat dan ook voor situaties dat sommige dorpshuizen echt in nood zijn gekomen? Nou, gelukkig is het zo dat heel veel gemeenten ook het belang van dorpshuizen en buurthuizen inzien. En ik heb ook nog geen voorbeelden gehoord van dorpshuizen die zijn omgevallen. Het is wel zo dat ze soms verregaande maatregelen hebben genomen, zoals het niet verlengen van arbeidsovereenkomsten van beheerders, omdat ze gewoon daar het geld niet voor hebben. Nou, de gevolgen, ja, dat is wel vervelend, maar dat gaan we waarschijnlijk nog ontdekken. En waar wij ons als dorpshuis specifiek om wat zorgen om maakten, was van, gaan we bij het opengaan van dus zeg maar het opheffen van de coronamaatregelen, ja, worden we dan ook weer meegenomen in het totale plaatje, zeg maar. Positieve verrassing, stonden we gewoon op het rijtje van, jongens, jullie mogen ook open. Nou. We zijn ongeveer 2 jaar geleden begonnen en eindelijk staat hier iets inderdaad. Ja. De eerste palen zijn geslagen voor de nieuwe speeltuin van de wijk Kloosterveen in Assen. En een speeltuin aanleggen is toch wel even meer werk dan je denkt. We moesten eigenlijk eerst een stichting worden, vervolgens kregen we te maken met vergunningen, fondsen werven, sponsors zoeken, tekeningen maken. Nou, de grond moest opgehoogd worden, zoals je ziet is het nog aardig drassig, dus daar wordt nog steeds aan gewerkt. En vervolgens de hele planning, er komt heel veel bij kijken. Dus dat hadden we een beetje onderschat. Speeltuin Kloosterveen is een idee van verschillende wijkbewoners die vinden dat een goede speel- en ontmoetingsplek mist in de wijk. Voor de speeltuin is zo'n 100.000 euro ingezameld, mede dankzij donaties van onder meer het VSB-fonds en Mijn Buurt Assen. En dan kun je er wel wat van maken. Wat op die bult komt, dat wordt wel een spectaculair ding, denk ik. Dan ga je met klimnetten omhoog en dan kan je met een lange glijbaan dus weer naar beneden. Ik denk dat dat wel heel tof wordt. Volgende maand moet de speeltuin van Kloosterveen klaar zijn, maar daar moet nog flink wat werk voor worden verzet. Hier komt gras, er komen nog speelheuvels en bestrating, zodat mensen ook met rolstoelen bijvoorbeeld of met scootmobiels, die kunnen dan ook de speeltuin in. Ja, en voor nu is het misschien nog wel goed om te vermelden dat je absoluut nog niet mag komen spelen, omdat het echt nog niet veilig is. Een lange rij mensen vanmiddag voor boekhandel Van de Velde in Assen. Daar signeerde Johan Derksen uit Grollo zijn biografie. Het werk over het leven van de Drent is geschreven door Michel van Egmond en Antoinette Schulderman. Het staat inmiddels op de eerste plaats in de bestseller 60.
Drenthe is een wandelroute rijker. Vandaag werd deze Hamelandroute officieel gepresenteerd. Het is een wandeling van ruim 6 kilometer door de omgeving van Kortvlies, tussen Gieten en Gasselte. Onderweg staan 3 informatieborden en de route heeft 10 zogenoemde points of interest. Om deze route te kunnen lopen kan ook een speciale app worden gedownload. De wandelroute is bijzonder omdat het spectaculair de Hondsrug laat zien. Omdat het een schoonheid heeft die heel onnadrukkelijk aanwezig is. Omdat je prachtige zichtlijnen hebt van de Hondsrug over de Es naar de Beek, Dal, naar de Hunze. Landschapskunstwerk Broken Circle Spiral Hill in Emmen blaast later deze maand 50 kaarsjes uit. En om dat te vieren gaan de hekken van het afgesloten terrein waar het kunstwerk staat binnenkort open voor publiek. Vandaag werd alvast een testdag gehouden. Het is normaal gesproken kun je hier niet komen als bezoeker. Voorheen kon dat wel, nu kan dat niet meer. Dus wat wij willen doen is eigenlijk voor al die mensen die het zo graag willen zien, het werk openstellen. Het kunstwerk van de wereldberoemde landschapskunstenaar Robert Smithson ligt in een voormalige zandafgraving ten noorden van de wijk Emmerschans. Broken Circle Spiral Hill is zo bijzonder omdat het een van de slechts 3 landschapskunstwerken is die Smithson maakte, voordat hij overleed bij een vliegtuigcrash. Het kunstwerk werd gerealiseerd in het kader van de tentoonstelling Sonsbeek buiten de perken. En dit was de eerste keer curator Wim Beren die dacht, we gaan niet Arnhem alleen maar als tentoonstellingsplek gebruiken, maar we gaan buiten de perken. We gaan eigenlijk heel Nederland zien als plek. Dus in 1971 waren er door heel Nederland verspreid diverse kunstwerken te zien die ja, op ook hele erg onlogische locaties te zien waren. En Robert Smithson die kwam in Emmen. De wereldfaam van Smithson zorgde ervoor dat kunstliefhebbers van over de hele wereld afreisden naar Emmen. Daardoor kregen medewerkers van zandafgravingsbedrijf De Boer er ineens een nieuwe rol bij. Die van toeristengids. Ze kwamen uit de hele wereld weg. Ik heb ze uit Japan gehad, Colombia, Canada, Amerika. Ik vind het wel leuk om ja, nog een beetje betrokken bij dit kunstwerk te blijven. Dus vandaar dat ik hier weer loop vandaag. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een kleine kans op een bui. Het kwik zakt tot rond 14 graden. Morgen is het eerst nog wat bewolkt en nevelig, maar in de loop van de dag laat de zon zich meer zien. Het wordt dan 19 graden bij een matige noordwestenwind. Vanaf maandag krijgen we rustig zomerweer, met geregeld zon en een kleine kans op een bui. In de loop van de week loopt de temperatuur langzaam weer op tot zo'n 23 graden op donderdag. De wind is daarbij zwak tot matig uit richtingen tussen west en noord. Tot zover deze Drenthe Nu. Ik wens u nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.